Dag Gunther. Hoe verloopt de stage momenteel? Maar ik denk dat we tot nu toe heel tevreden mogen zijn over de stage. Hoe alles verloopt, er wordt heel goed gewerkt. De velden zijn goed, het hotel is goed. Dus de omstandigheden om te werken zijn heel goed en dat is belangrijk. Is de groep klaar voor de volgende wedstrijden? Maar de volgende wedstrijden zijn eigenlijk deze week. Hè. We spelen nog 2 keer hier op stage. Een keer tegen Pauk en een keer tegen Willem II. Is de groep klaar? Er is in ieder geval heel goed gewerkt. Er zijn natuurlijk nog belangrijke spelers die ontbreken, zoals Kalnitz en Brom. Maar de kwaliteit die er nu loopt is toch al meer dan behoorlijk, zal ik zeggen. Maar natuurlijk, de competitie is nog 2,5 weken, dus hebben we nog wel wat tijd nodig. Hoe belangrijk is je nieuwe rol in de ploeg? Goh, dat weet ik niet. Dat moet eerder aan de trainerstaf vragen, denk ik, en de mensen er rond. Het is in ieder geval een rol die, denk ik, me wel vrij goed ligt. Omdat ik tussen de spelers sta, ik weet wat er in de kleedkamer gebeurt, wat de kleedkamer leeft. En daar kan ik waarschijnlijk wel mijn steentje in bijdragen. Of ze goed vervul, dat weet ik niet. Dat is een andere vraag. En wat voor zin heeft een stage voor u? Goh, de stage is toch wel heel belangrijk. Kan je dan even weg zitten uit uw vertrouwde omgeving, waar je enkel met de groep alleen leeft. Dus waar je toch wel elkaar beter leert kennen, omdat er veel meer met elkaar gecommuniceerd wordt. Ook de inbreng of de aanwezigheid van Eva, de psycholoog, is daarin belangrijk. Waardoor de spelers elkaar beter leren kennen en dat is toch wel belangrijk. Mogen de supporters nog iets verwachten in de komende weken? Ik denk dat er op bepaalde posities toch nog wel een versterking nodig is en die zal dan ook wel aankomen.